Cultuur is een wezenlijk deel van elk kinderleven. Daarom heeft de Backlot in samenwerking met het Nationaal Theater Den Haag Nederland de voorstelling Tori naar Suriname gehaald. Een Surinaams verhaal waarin verschillende cultuuraspecten zijn verwerkt. Het verslag komt van Arantxa Swedo. Een voorstelling waarbij verschillende kinderen van verschillende scholen zijn uitgenodigd om zich helemaal in te leven in een Surinaams verhaal door middel van zang, dans en een opvoering. Nou, ik ben Arantxa Swedo en samen met cameraman Leon Rozenblad maken wij dit verslag voor u. We staan nu bij ons stage waar de voorstelling Tori gaande is. Blijf te kijken. De voorstelling is gebaseerd op een boek van kunstenaar Brian Elstak in samenwerking met auteur Karin Amoud Kiram. De Backlot-directeur Henna Draaibaar zegt dat deze voorstelling is bedoeld om op een educatieve manier belangrijke waarden, culturele diversiteit en de kracht van verhalen te doen beseffen. Het verbreedt je wereld. Het laat je zien hoe je op welke manier en met welke mogelijkheden je vorm kan geven aan wie je bent. Het geeft je ook de kans om je te herkennen. Ik zeg altijd, we zijn in Suriname zo gefocust op alle advocaten, doktoren, noem het maar op, al die beroepen die status hebben. Een kunstenaar is niet minder, een acteur is niet minder, een muzikant is niet minder. Het belangrijkste wat je wil als ouder is dat je kind gelukkig wordt en dat hij of zij in haar of zijn leven iets gaat doen waar ze elke dag opstaan en zeggen, zo, ik heb zin in deze dag. En daarom is het belangrijk dat we kinderen al jong in aanmerking willen laten komen en laten voelen hoe het is om cultuur te beleven. Hoe blij je ervan wordt en hoe blij je anderen kunt maken. Dus ik vind dat dit gewoon vaker moet gebeuren. Annemarie Geldhof, zakelijk leider van het Nationale Theater Den Haag, voegt eraan toe dat het overdragen van cultuurkennis van Suriname een belangrijk element is dat niet over het hoofd gezien mag worden. Nou, dat vinden wij super belangrijk en daarom hebben we eigenlijk er ook voor gekozen om voornamelijk schoolvoorstelling te spelen. Zo kunnen we ook heel veel kinderen bereiken, want elke dag hebben we hier 150 kinderen, dus daar zijn we heel erg blij mee. En wat we hiernaast ook doen is een heel groot educatietraject, dus een heel groot project met kinderen. Dus alle kinderen die de voorstelling zien, die worden de dag daarna bezocht door onze educatiemensen en die gaan nog een workshop met hen doen om door te praten over superheld zijn en dat je je eigen superheld kan zijn. De volgende stap is het bezoeken van verschillende scholen door een deel van de docenten van de groep uit Nederland en studenten van het Surinaams Pedagogisch Instituut SPI om de studenten vaardigheden bij te brengen. De voorstelling is deze hele week te zien en in totaal zullen ongeveer 1000 jongeren gratis de naarpresentatie mogen.